Hoi allemaal, welkom bij Fem. Zoals jullie misschien wel weten is het nu top 5 week. We hebben weer een thema week en we laten allemaal onze top 5 van iets zien. Het kan van alles en nog wat zijn. En ik dacht, weet je wat, ik ga een video maken over mijn top 5 favoriete huidverzorgingsproducten. Ik heb wel eens eerder video's over huidverzorging gemaakt en als ik producten gebruik, dan vind ik het heel erg belangrijk dat ze natuurlijk effectief zijn, maar dat ze ook goede ingrediënten hebben. De producten die ik nu laat zien, die zijn niet zozeer budgetproof. Juist niet, als ik heel eerlijk ben. Maar dat komt er vooral doordat ik het belangrijk vind dat een product goed is, goed zijn werk doet. En natuurlijk zijn er hele goede budgetproducten, maar de producten die voor mij echt uitspringen, die zijn vaak ietsjes duurder. Ik zat trouwens te denken, misschien is het een keer leuk als we een soort budget thema week doen hier op Fem. Ik denk dat jullie dat wel leuk zullen vinden. Laat het achter bij de comments en dan ga ik het voorleggen aan de andere meiden, want ik denk dat die het ook wel leuk vinden. Ik ga in ieder geval gewoon beginnen met mijn top 5 favoriete huidverzorgingsproducten. Ik vind het lastig om te zeggen welk product nou echt mijn ultieme favoriet is, dus het is een top 5 in willekeurige volgorde. Ik begin maar met deze, omdat dit het product is wat ik het langste gebruik. Dit is het Vitamine E Moisture Serum van de Body Shop en deze gebruik ik al sinds dat ik een jaar of 16, 17 was, zoiets. Nou, ik ben nu 25. Moet je nagaan hoeveel ik er van deze heb opgemaakt. Nou, als het 20 flesjes zijn, dan overdrijf ik nog lang niet. Dit is zo'n ontzettend fijn product. Het is een serum. Je gebruikt het dus onder je dag- of nachtcreme. En wat deze heel goed doet, is het vocht van je huid zeg maar binnenhouden. Hij voegt een soort vocht toe. Als je huid wat droog is, je een beetje last hebt van velletjes, een beetje trekkerig. Maar hij maakt het niet vet. En dat is best wel uniek, vind ik. En ik heb heel veel serums geprobeerd. En ik blijf altijd maar weer bij deze terugkomen. Ook als die op is, dan moet ik gewoon meteen een nieuwe hebben. Omdat ik anders weet dat ik hem te erg ga missen. En dat is denk ik een heel goed teken. Nog een serum, maar dan een heel ander product is deze. Dit is de Midnight Recovery Concentrate van Kiehl's. En deze gebruik ik inmiddels ook al een tijdje. Dit is een soort serum op oliebasis. Het is dus gewoon een olie. Je gebruikt hem als een serum en dat is in het begin een beetje wennen. Maar wat deze heel goed doet is, als je hem 's avonds gebruikt, dan word je echt 's ochtends wakker met zo'n stralende, gezonde, egale huid. En als mijn huid van slag is en ik heb puistjes en geïrriteerd en velletjes en wondjes, weet ik het wat, gebruik ik deze en ik zie de volgende ochtend zoveel verschil. Bovendien gaat zo'n flesje echt bizar lang mee. En ja, ik heb heel wat olie wederom geprobeerd, maar dit blijft toch echt mijn ultieme favoriet. Laat je trouwens niet afschrikken door het feit dat het een olie is. Ook bij een vette huid met puistjes is deze fantastisch. Ik gebruik hem ook wel eens gewoon zonder een nachtcreme eroverheen. Dus gewoon in plaats van mijn nachtcreme. Dus niet per se als een serum. Als mijn huid wat vetter is. Dus als je een vette huid hebt, dan kun je ook deze prima op zichzelf gebruiken. Laat ik dan maar eens even verder gaan met wat crèmes. Als eerste deze. Dit is de Redness Solution dagcreme van Clinique. Of in elk geval, hij heet voluit de Redness Solutions Daily Relief Cream. En er zitten ook nog probiotica in. Nou ja, een hele volle naam. In elk geval, dit is een crème die eigenlijk bedoeld is voor de gevoelige huid. Die heel snel rood wordt. Die makkelijk op dingen reageert. En ik had deze een keertje in een proefsetje gekregen. En ik ging hem ineens even uittesten. Ik denk, nou eens even kijken of dat is. En ik smeerde hem op. En ik keek even later weer in de spiegel. En mijn hele huid zag er helemaal rustig, gekalmeerd en egaal uit. Ik had echt zoiets van, wauw. Op de een of andere manier werkt deze crème dus echt perfect voor mij. Terwijl ik niet eens een bijzonder gevoelige of rode huid heb. En dit is inmiddels mijn tweede pot. En telkens ook weer als ik hem opsmeer. Ik ben er zo blij mee. Ik weet ook niet waardoor het komt. Er zullen wel iets wat van kalmerende ingrediënten in zitten. Het potje lijkt groen, maar de crème is eigenlijk gewoon licht van kleur. En heeft ook geen groene kleur. En ja, hij is gewoon fijn. Ik heb een iets wat droge tot gecombineerde huid. Op dit moment is hij zelfs wat vet. Maar ongeacht in wat voor conditie mijn huid is, is dit gewoon echt een hele fijne crème. Dus als je een beetje moeite hebt, ja, als je last hebt van wat rode vlekken en een beetje moeilijke huid, neem eens even een kijkje. Hij bevat trouwens ook geen parfum en hij bevat volgens mij ook heel veel antioxidantjes en weet ik het wat. Dus voor heel veel huidtypes kan dit denk ik een hele fijne crème zijn. Een nachtcreme waar ik volledig aan verslingerd ben is deze. Dit is de Philosophy Hope in a Jar nachtcreme. En deze gebruik ik nu sinds oktober ongeveer en wauw, deze is zo goed. Echt gewoon niet normaal. Meteen al de eerste nacht dat ik hem had gebruikt, had ik zoiets van wow. Echt, nou ja, als je zo'n effect hebt van een product, dan weet je wel dat het goed zit. Deze nachtcreme bevat veel glycolzuur. En dat is wat deze crème ook zo bijzonder maakt. Glycolzuur is een exfoliant. En dat is een ingrediënt dat je huid zeg maar sneller laat vernieuwen. Het weekt als het ware de dode huidcellen los. Waardoor er weer een frisse huid onder vandaan tevoorschijn komt. En het is een hele milde manier van scrubben zonder te scrubben.
Nou, dat zit dus in allerlei crèmes verwerkt, in allerlei andere producten. En dit is dus een nachtcreme die dit ingrediënt bevat. Voor mij is het ideaal, want ik heb best wel snel last van puistjes. En als ik dit gebruik, dan gaat mijn huid sneller herstellen, gaat ze sneller vernieuwen. Als ik 's ochtends wakker word, heb ik echt zo'n hele egale, stralende huid. En hij is gewoon perfect. Bovendien is hij ook niet te vet. Als je hem opsmeert, dan voelt hij een beetje dikkig en zalvig aan. En dan denk je van, oh, als dit maar goed komt. Maar 's ochtends heb je geen vette huid. En eigenlijk iedereen die hem uiteindelijk heeft gekocht nadat ik er zo positief over was geweest, vertelde me later van, oh, wat een goede crème is het. Ik ben dus zeker niet de enige die hier zo enthousiast over is. Mijn laatste favoriet is ook een product wat ik al jaren gebruik. Deze is van Clarins, de Gentle Exfoliator Brightening Toner. En dit is een product wat er eigenlijk ook weer voor zorgt dat je huid zich sneller vernieuwt. Dat je huid egaler wordt, dat puistjes sneller weggaan. Eigenlijk, een exfoliant is gewoon het ultieme product om je huid er beter uit te laten zien. Ik heb bijvoorbeeld heel makkelijk dat ik van die bobbeltjes op mijn voorhoofd krijg. En zo'n onregelmatige huidstructuur. Of dat ik, als ik puistjes heb gehad, dat er nog van die velletjes achterblijven. En dan is dit product ideaal. Deze gebruik je eigenlijk als een soort toner. Hij is ook heel vloeibaar. Ja, ik denk niet dat je het kunt horen, maar hij is heel vloeibaar. En je doet hem op een wattenschijfje en je doet hem onder je nachtcreme. Nou, is dit een product wat je niet elke dag hoeft te gebruiken. Ik gebruik deze ongeveer 2 à 3 keer per week. En het is ook even belangrijk om erbij te vertellen, als je een product met een exfoliant gebruikt, exfolierende ingrediënten, is het heel erg belangrijk om je huid goed te beschermen tegen de zon. Dus hou daar eventjes rekening mee. Het is nog vrij lastig om dit soort producten in Nederland te vinden, maar dit is in elk geval een hele fijne die je gewoon bij de parfumerie kunt krijgen. Zoals ik al even zei, zijn dit wat duurdere producten, maar ze zijn allemaal echt het geld dubbel en dwars waard. Zonder twijfel. Ik heb bijvoorbeeld dat ik bij face washes en zo, daar geef ik minder geld aan uit. Maar ik ben wel altijd bereid om wat meer te betalen voor een product wat gewoon heel erg goed is en waarvan ik gewoon heel veel resultaat merk. Nou, dat is dus echt het geval bij de producten die ik nu heb laten zien. Nou, dit waren mijn favoriete huidverzorgingsproducten. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en deze video te liken en dat soort dingen. En comments achter te laten vind ik ook altijd heel leuk om te lezen. En tot de volgende keer. Doei!